wat komt er allemaal kijken bij de behandeling van eczeem? Eczeem is een huidaandoening die droge huid, rode plekken en vooral jeuk kan veroorzaken. De buitenste laag van de huid bestaat onder andere uit huidvetten. Deze laag is een soort cementlaag die schadelijke stoffen buiten houdt en het vocht binnen. Mensen met eczeem hebben minder huidvetten, waardoor de huid slechter beschermd is. Om te voorkomen dat er klachten ontstaan, is het belangrijk om de huid goed vet te houden met een basissalf. Als het eczeem actief is, gebruik je op deze plekken ook nog een hormoonzalf. Als je beide zalven gebruikt, breng je eerst de hormoonzalf aan en 30 minuten later de basissalf. Om erachter te komen hoeveel hormoonzalf je moet smeren, gebruiken we vingertopeenheden. Raadpleeg het smeerschema om te zien hoeveel vingertopeenheden een lichaamsdeel nodig heeft. Het is belangrijk om altijd dit schema aan te houden. Bij het insmeren van je hele lichaam betekent dit dat na één keer smeren al 2/3 van een tube leeg is. Maar de minimale hoeveelheden zijn echt noodzakelijk voor een goede werking van de zalf. Als de eczeemplekken minder worden, kun je de hormoonzalf gaan afbouwen. Van 2 keer per dag naar 1 keer per dag, naar 5 keer in de week en elke week een dag minder. Als het eczeem tijdens het afbouwen weer erger wordt, ga je voor die plekken weer terug naar week 1. Je hoeft hierbij niet bang te zijn voor bijwerkingen. De basissalf bouw je nooit af. Deze moet je altijd blijven smeren om de beschermende laag intact te houden. Neem voor smeer- en afbouwschema's, het testen van crèmes of andere vragen contact op met de polykliniek. Wil je meer informatie? Scan dan de QR-code.